Nou, we gaan een nieuw werk, een wereldpremière spelen op Carillon van een werk van Mike Kramer. En die heeft een werk geschreven ter gelegenheid van 80 jaar bevrijding van Heerlen. Dat nu letterlijk deze week 80 jaar geleden is. En dat heet Libertatem Omnibus. Dat is Latijn voor vrijheid voor iedereen. Dus we zijn heel blij dat we al 80 jaar in vrijheid mogen leven. En dat gaan we via de klokken laten klinken. Ook al blijven het weliswaar maar bij een aantal noten, want dat is minimum music eigen, hebben we elementen als bijvoorbeeld de wind die in ons voordeel kunnen spelen. En daarmee wil ik duiden dat toonsoorten wel eens in elkaar kunnen overvloeien en daardoor weer nieuwe tonen teweeg brengen. Die zorgen dat tonen de vrijheid krijgen om te bewegen zoals ze willen. En het kan zelfs op een manier dat als mensen hun hoofd een beetje draaien, dan kunnen je oren geluiden net iets anders oppikken. En dat is allemaal een rijke aanvulling op wat je persoonlijk kunt beleven. Nou, dat is dus mijn uitdaging. Ik krijg dus een beperkt aantal noten in allerlei verschillende herhalingen om daar toch met allerlei accenten één grote spanningsboog in te ontdekken. En het mooie is, je kent het liedje Bim Bam Beieren, de Koster, Gelust geen Eieren. Beieren is eigenlijk het ritmisch aanslaan van klokken. En dat is een beetje wat dit stok ook een beetje oproept. En dat gebeurt bijvoorbeeld ook in Oost-Europese landen zoals Oekraïne. Dus ja, het slaat ook een brug die kant op, zeg maar. Klinkt een beetje als klokgelui. Dus klinkt ook heel feestelijk, net zoals de klokken vroeger klonken bij de bevrijding.